De onderwijsvisie van de Universiteit van Amsterdam bestaat uit 5 kernpunten. Ten eerste is dat studiesucces. Dit thema speelt al lang binnen de UvA en er is al veel bereikt. Het gaat bij studiesucces om de vraag in hoeverre een student die in principe geschikt is voor een bepaalde opleiding en gemotiveerd is om de opleiding te volgen, in staat wordt gesteld om de opleiding ook succesvol af te ronden. Kernbegrippen hierbij zijn de kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding. Want hoe ingewikkelder een opleiding georganiseerd is, des te lastiger is het voor een student om op tijd af te studeren. De UvA bevordert het studiesucces onder meer door een uitgekiende curriculumopbouw, uniforme jaarindeling, meer gespreide toetsing en minder herkansingen. Ook heeft het onderwijs een meer verplichtend karakter gekregen. Uiteindelijk moet elke student zijn studie met succes en plezier kunnen afronden en op tijd zijn diploma kunnen halen. De UvA is een brede, onderzoeksintensieve universiteit en hecht daarom veel belang aan research-intensief onderwijs. Onderzoek moet niet alleen tot uiting komen in opdrachten en bij het schrijven van scripties of het volgen van practica, maar in het volledige onderwijsaanbod. De student neemt kennis van de nieuwste onderzoeksresultaten, krijgt inzicht in het proces van onderzoek doen en voert steeds vaker ook zelf onderzoek uit. De UvA leert studenten dat wetenschap doorontwikkelt. Dat kennis altijd verandert en wetenschap geen statisch, maar een dynamisch proces is. Zo dacht men vroeger bijvoorbeeld dat de aarde plat was. Daarna bleek deze rond te zijn, deel uit te maken van een sterrenstelsel en nog later van het heelal met vele andere sterrenstelsels. Zo veranderlijk als deze visie op de aarde bleek, zo veranderlijk is de wetenschap. De UvA wil haar studenten daarom een kritische, onderzoekende basishouding aanleren. Het derde punt is academische vorming. De UvA wil haar studenten opleiden tot academici die breed inzetbaar zijn in binnen- en buitenland. Onze afgestudeerden moeten mensen zijn die kritisch durven te zijn, die het lef hebben om veronderstelde waarheden en dogma's ter discussie te stellen, dus wetenschappers die steeds weer nieuwe vragen stellen. Dat is wat de samenleving van academici vraagt en dat is ook wat de arbeidsmarkt in academisch opgeleide zoekt, in Amsterdam, in Nederland en overal in de wereld. De UvA wil haar studenten opleiden tot academici die een brede blik hebben en die over de hele wereld terecht kunnen komen. In het verleden had de UvA vaak het imago van alles moet kunnen, van een universiteit waar je zelf bepaalt wat je doet. Die tijd is voorbij. In een ambitieuze studiecultuur daagt de universiteit de student continu uit. Van de student wordt verwacht dat deze zich tijdens de vooropleiding goed oriënteert op een studie. Eenmaal gestart met de studie toont de student inzet en betrokkenheid. Daartegenover biedt de UvA uitstekende studiefaciliteiten zoals studielokalen, computers en zelfstudieruimte en natuurlijk inspirerende en bevlogen docenten. Een ambitieuze studiecultuur draait dus om wederzijdse verplichtingen die leiden tot een cultuur waar motivatie, inzet en verbondenheid met de opleiding vanzelfsprekend zijn. Het resultaat moet zijn dat de student boven zichzelf uitstijgt. Het laatste punt is differentiatie. Elke student is anders. Hoogvliegers en studenten met discipline overstijgende interesses proberen we uit te dagen met excellentie- en honorsprogramma's. Daarmee geven we de studenten de mogelijkheid om de diepte of juist de breedte op te zoeken. Maar ook voor studenten die het lastiger vinden om nominaal te studeren is aandacht. Het gaat er immers om dat studenten op hun eigen manier studeren, maar daarbij wel binnen de gestelde termen hun studie afronden. Want de student bestaat niet. Er is geen sprake van een fabrieksproduct dat van de lopende band afrolt. Studenten hebben hun eigen behoeften, interesses, sterke en zwakke kanten en elke student moet tevreden en met succes
een studie aan de Universiteit van Amsterdam kunnen afronden. Dat is onze visie op onderwijs.